Er is een hoop gebeurd in de eerste aflevering van het Upfront Marathon traject. We hebben allemaal een gratis paar schoenen gekregen van onze sponsor Hoka en we hebben de groep voor het eerst ontmoet. Daarnaast hebben we ook een nulmeting gedaan met de groep om te kijken hoe iedereen ervoor staat aan het begin van het traject. En vandaag gaan we Jelle wat beter leren kennen. De man waar het allemaal om draait, dit traject. Ik heb vroeger altijd getennist en gezeild. En tijdens mijn studententijd ben ik eigenlijk voornamelijk gaan fietsen. En dat is iets wat ik nu nog steeds doe. Beetje fitness, beetje fietsen. En nu dus hardlopen. Vorig jaar had Harro natuurlijk de marathon gelopen. En daar werden we als kantoor ook wel redelijk in meegenomen. En hij ging ook overdag in hardlopen. En toen kwam eigenlijk de climax van de marathon zelf. En we zijn met het hele kantoor, met het hele team stonden ook langs de kant. En toen dacht ik, ja, verdomme zeg, ik ben hier opgegroeid in Rotterdam. Ik wil ook graag een keer een marathon lopen. En waarom zou ik daar nog langer mee wachten? Ik denk dat het gros voor de eerste marathon zou zeggen van ik wil hem gewoon uitlopen. Ja. We zijn competitief ook hier op kantoor. En Harro heeft hem vorig jaar in 3:45 gelopen volgens mij, plus minus. Ja. Dus ik wil sneller, dus 3,5 uur. Ja, ik wil hem in 3,5 uur lopen. Oké, dus Jelle gaat een marathon lopen en om een beter beeld te krijgen van waar hij, maar ook de rest van de groep staat, hebben we dus een nulmeting gedaan. We wilden kijken wat zijn marathontijd zou zijn op basis van 1 kilometer op hoog tempo. I have run 1 kilometer. Kilometer. 0 uur. 3 minuten. Wat had je? 3 minuten? Zo. 3:42. 3 minuten 42 seconden. Nou, dat is heel behoorlijk netjes. Nou, top. Kijk, en dan calculate. Hotsevlots. We gaan binnenkort natuurlijk een 10 kilometer rennen. Nou, dan zou je toch 43 minuutjes kunnen lopen volgens deze race-predictor. En een marathon in 3 uur en 18 minuten. Hallo, 3 uur 18 minuten. Hè, train het. Je gaat me ook in 3 uur en 18 minuten niet over die streep heen trekken. Nou ja, goed. Omdat deze test natuurlijk nergens op slaat en wij toch ook wel een beetje gezondheidsnerd zijn, hebben we een veel betrouwbaardere lactaattest ingepland. Heel simpel gezegd is een lactaattest een test waarbij er constant kleine bloedprikjes worden genomen. Ze gaan dan kijken in je bloed hoe erg je verzuurt bij bepaalde intensiteit. En op basis daarvan kunnen ze dus een hele goede indicatie geven van hoe je er fysiek voor staat en dus ook een inschatting maken van je marathontijd. We gaan nu naar Sport Performance Club in... We zijn inmiddels in Berkel en Roderijs. En daar gaan we een lactaattest uitvoeren, Jelle en ik. Jelle en ik. Een derde van het team heeft ons achtergelaten. Ja. Hoi. Trouwens, als we even rustig beginnen, gaan we met een minuutje of 10 gaan even wandelen. Gewoon 5 km per uur, even een beetje wennen aan de loopband. Een beetje gewoon een beetje warm worden. Dus dan gaan we elke 3 minuten. Gaan we 1,5 km per uur harder. We gaan de hartslag meten. Ja. En lactaat. En dan kan je daarna bij de zones gaan berekenen. Groen is dan eigenlijk vetverbranding. Dat is eigenlijk de zone waar je in wil zitten met de marathon, als je 5 uur wil zitten. Deze kleur is een beetje tussenfase, dus een beetje de combinatie tussen vetverbranding en de suikerverbranding. En rood is, is gewoon een volle bak suiker. Er werd al gevraagd voor de content of we nog fouten willen gaan. Dus, oh, prima, dan gaan we het. Lekker schoon. Hoi. Flinke max haar heb jij, hè? Ja, dat is krankzinnig, Roze. Echt. Yes, goed man. Oh, dat was niet leuk. Maar ja. Wel gedaan. Hier kan je op trainen, toch? Ja. Nee! Zijn dit je waardes? Ja, we kappen ermee. Ja, je kan echt dit door het toch. Niet om een beetje
We hebben hier resultaatjes binnen. Ja, ik zei het niet. Ik vind het serieus wel spannend. Hier, we beginnen bij het eerste tabelletje hier. Zie. Nou ja, dit is de snelheid die je liep. Dus de tijd die je op de loopband stond is hier. Dus je ziet dat je eerst 10 minuutjes begon op 5 km per uur. En dat toen langzaam de snelheid werd verhoogd per 3 minuten. Nou, je had een hartslagband om, dus op elk moment werd je hartslag gemeten. En je ziet daarnaast je lactaatwaardes die getest zijn, zie je ook omhoog lopen. Op een gegeven moment ga je sneller en sneller rennen. Dan ga je eigenlijk over op een ander soort verbranding. Dus je gaat koolhydraten, ga je anaeroop, dus zonder zuurstof verbranden. Dat is eigenlijk een manier hoe je sneller energie kan krijgen, een snelle vorm van energie. Maar daarbij treedt ook verzuring op in het lichaam. Alles heeft een prijs. Ja, precies. En dit zijn je voorspellingen tijden. Dus 3 uur 30 en 24 seconden. We hoeven maar 24 seconden over de vanaf. Oké, maar dit is wel cool. Het geeft de man een beetje moed. Ja. 3 uur en 30 minuten. Het zit erin. Ja. Maar we zijn er niet. Ook zoals Robert al zegt. Nee, dit zou je niet op het moment kunnen doen. Dus wat je nu kan, is deze hartslagwaardes invoeren in je horloge. Gebaseerd op je maximale hartslag. Wat heel chill is, want dan kan je gewoon tijdens het rennen op je horloge kijken. Kan je zien, hey, ik ben nog eens 102 bezig, et cetera. Hey, maar jongens, hoe komen jullie eigenlijk allebei aan die Garmin Watch? Nou, nadat we van Hoka een e-mail hadden gekregen dat ze ons van schoenen wilden voorzien tijdens dit traject, hebben wij op goed geluk Garmin een bericht gestuurd of ze ons niet van horloges wilden voorzien. En 4 weken later hadden we niet alleen voor ons, maar voor de hele marathongroep een van de nieuwste modellen Garmin Watches binnen op kantoor. We hebben van Garmin voor iedereen een watch geregeld. Oh, yes. Oh, yes. Heel erg. Dus bij deze, niet alleen aan Hoka, maar ook aan Garmin, een enorme shout-out voor de schoenen en de horloges. Ze komen enorm goed van pas dit traject. In de volgende video gaan we een loopanalyse doen van al onze deelnemers. En gaan we jullie ook leren hoe jullie je eigen hardloophouding kunnen verbeteren. Daarnaast gaan we ook onze eerste wedstrijdervaring opdoen bij de kwartmarathon van Egmond. Maar voordat deze video is afgelopen, heeft Jan nog een toffe aankondiging voor jullie. Ben je nou net als wij geïnteresseerd in de wetenschap en wil je zo'n lactaattest doen? Like dan even deze video. Abonneer op ons kanaal en reageer even in de comments waarom jij deze lactaattest wil winnen. En oh ja, de giveaway van de Hoka schoenen. De winnaar van de giveaway is geworden Malou. Je kan jan@upfront.nl een e-mail sturen en dan gaan we zorgen dat jij zo snel mogelijk op een nieuw paar Hoka schoenen.